Tom, ik doe mee aan de lotto. Yeah! Golding it. Jongens, wat heb ik jullie ooit verstaan? Oké, laat maar. Oh, dat is ander. Anderhalf de goldblok van je. Waar loopt die? Weet ik niet. Yes, ik ben weg. Ik ben weg. Zacht bewegen. Jongens, ik heb wat beurts nodig. Kan iemand dat voor mij fixen? Ik ga al naar huis. Eén moment. Thanks. Nee. Je bent zo lekker bezig, Tim. Tim Willem. Ik heb nog best goed gevuld. Je bent zo lekker bezig. Damn, je blokje is weer bevroren. Ja, ik weet. Ik doe het zo pas als ik mijn dak... Ik wil hem eens king. Gooi de hele tijd is boven. Mijn ding. Ik kan niet zo... We kunnen er ook gewoon een blokje boven zetten, inderdaad. Ja, hier is die weg. Bij die ander. Ik ga de trap verbreden. Thank you. Oké, okay. God. You suck! Ik pak even wat water. Ja, Ik heb water. It's... Waar is al een random crap die in de chest? You're too fast! Wacht, hier moet ook nog even een blokje boven. Peer, ik sta voor de shop. Thanks, Peer. Wat gaan jullie doen? Hier. Ik vertrouw alleen Jordi niet. Heb jij de Enders? Wacht, Enders. Mooi zo! Mooi! Stone bricks. Mag ik die stone bricks hebben? Dan ging ik mijn level. Niet allemaal, maar pak maar wat, sure. En hallo allemaal, welkom bij een nieuwe episode van iMine. Oh, wauw. Oké, dat is kort getimed. Zoals jullie misschien hier zien. En ik denk dat het misschien een beetje te hard staat. Zo, eventjes op voor de praat. We zijn bezig met Span. Ik ben in Tim mij. Het is een stream geweest. Nee hoor, Tim. Sorry, ik maak een grapje. En hij heeft me enorm geholpen met het gebouw. Het ziet er echt gigantisch strak uit. Ik weet nog niet wat... Daar komt nog een... Glowstone of... Oh, ik heb check wat er is nog. Glowstone. Zo. Daar komt nog een glowstone. Ik vind glowstone 10 keer zo mooi. Fuck jou. Fuck... Oké. Okay. Fuck dat. Nee, ik ben hier niet. Fuck jou. Doei. Even weer het geluid aanzetten. Maar dan zachter gewoon. Oké. Okay. Dus dit is mijn gebouw. Ik weet nog niet of dat ik het mooier vind. Maar oké. Okay. Dit is mijn gebouw geworden met hulp van Tim. Met leuke trucjes, weet je wel. Buttons. Budon. Ik vind het er zeker niet verkeerd uitziet. Het ziet er heel strak uit. Ik zou het zelf nooit zo hebben gebouwd. Want ik ben niet zo fancy. Maar there you go. Arendelle's ijsmijn. Het maakt de meeste herrie. Net als let it go. Dus het past wel bij elkaar. Oké, ik moet wel eens de timer iets hoger zetten. Zo. Wat het idee is, je hebt een minecart die dus continu die shit omswitcht. Tada. En staat precies bij het blokje stil. De timer die gaat dan straks over een half stack. Ongeveer, ja. Gaat over een half stack, gaat die af. Het geeft een signaaltje af. Signaaltje. Het komt met magie hier. En... Even opdichten. Zo. En there you go. En dan komt weer de herriemaker. Wat de herriemaker doet is hij gaat langs alle pistons. Ik denk dat hij maar één keer nodig is trouwens. Misschien dat ik hem vanaf daar weer terug loop. Ik heb heel weinig. En ik moet nog eventjes het systeem erachter maken hoor. Maar dan het is nog steeds hetzelfde wat daarachter zit. Daar is heel weinig aan veranderd. Maar hier dus het ijs wordt dus helemaal één grote dichte kubus. En dan kun je gewoon zeggen, ik heb geen supertouch bij me. Rats. En there you go. Zo werkt het. dat was de theorie. Goddammit, waarom zijn er zoveel... Oh. Mama! Oké. Dus, dat ga ik eventjes fixen. Ik was eventjes met Sander en Jordi en dergelijke. Vivian en... Dat was het tot nu toe. En Tim ook nog af en toe. In Teamspeak, dus daar ga ik straks weer voor terug. Maar eventjes een momentje dat ik zeg van... Hey, kijk, ik heb dit gedaan. Look, mommy, I'm proud on this. Ja, anders... Nu kan er zeg maar dit water nog per ongeluk hier stromen. En dan wreckt het niet alles. Wrecking ball. Ik maak het nog wel eens een keer mooi hier ondergronds. Misschien ooit. Misschien dat ik dit ook het spoor omgooi. Nu ik erover nadenk. Ik denk er nu pas over na. Dus there you go. Het probleem momenteel is... Oh, hij blijft nog hangen. Dat is ook altijd handig.
random blocks. Beter dat ik dat niet zomaar doe. Waarom is dat geen furnace? Is het daar een furnace? Nee, daar is lucht. Oké. Wat? Ik stond hier even van te kijken. Ik stond er bij me kijken naar. Zo. Voor mij was het zo. Vaarwel redstone. Ah nee, ik heb het gesaved. En de side diorite, alles door elkaar. Ik weet nog steeds niet hoe dat spul heet. Whatever. Oh, en dat horen weer wel daar. En dat weer niet. Hier. En de side. Niks gebeurd. Ah. Zo. Met die laag niks meer kan gedaan. Heb ik precies genoeg? Nee. Oh. Oké. Dus dit wordt ijs. Kunnen we ijs? Oké. Ik moet daadwerkelijk legitimately iets farmen. There you go. Jou. Dat was niet al te slim. Dus die. Eigenlijk wil ik nog een hele rij. Oh nee, want dit wordt toch weggeduwd. Dus ijs begint zich daar te vormen. Oké, ik heb wel één ijs meer nodig. En wordt dan hier omhoog geduwd tot 16 hoog. Ik weet niet of dat mensen bij kunnen. I don't even care. But there you go. Oké, nee, dat moet ik niet meer zeggen. Inderdaad, ik geef jullie gelijk. Ik zeg te veel there you go. Ik weet niet, dit is een stopwoordje van me geworden. En ik vind hem zelf niet handig. Oh, het was Sander. Tel, zeggen, wat schiet daar? Redstone kapot. Nee, toch? Mooi. Dus ik ga dit eventjes opnieuw terugloopen. Oh, nee. Daar geen torches. Zijn dit solid blokken? Zijn dit solid blokken? Voor mij moet dit ook solid blok zijn voor sneller ijs. Not sure though. Oké. 3 ticks, dat. Dit is mijn troop chest. En... ik denk dat het wel is. Ik denk dat ik hem gewoon door laat lopen. Nu ik erover nadenk. Maar wacht, tot zo. Oké. Ik haal hier net aan de 60 fps. Oké. Laat maar zitten. Ik haal hier net aan de 60 fps mee. Mijn computer die blaast me zo gek. Dus sorry daarvoor als jullie dat horen. Maar dit, kom op. Ik heb net mijn thumbnail gemaakt. Dus dan zit je in shader en... Kom op. Het ziet er wel 10 keer zo mooi uit. Als we dit nou stable kunnen maken en... Ik zou het niet erg vinden om een shader in Minecraft te hebben die het echt zo anders maakt. Oh, Jordi is een keer online. Dat zou ik zeker niet erg vinden. Maar oké, voor nu. Ik bedoel, wat? Sander gaf licht. Op. Coming. Dan nu bij de NetherHub, toch? Ja. Oké, tof. Zou in principe ook via het dak van de NetherHub kunnen, maar ja, ik heb geen Enderpearls. Oh, ik heb ze wel. Awesome. Ik heb ze niet. Dat niet in het geweest. Nee, ik ook niet. Ik steel ze meestal van andere mensen. Ja. Want nog steeds nog even... Ja, meestal als ik zie dat mensen Enderpearls hebben liggen in een kist, dan neem ik die mee. Want we gaan altijd naar de Enderfarm en ik niet. Ik weet nog niet eens waar het is. Best makkelijk. Ik zag Matthias' video. Oh, moet misschien ook even kijken. Kijk, ik ben daar. Soort van. Ik sta daar eigenlijk vlak naast nu. Wat? In de Nether? In de Nether. Ja. Ik sta bij de portals. Ja. Ik moet even op het dak komen. Oh. Ja, of iemand zijn gang gebruiken die er aan de helemaal aan de zijkant zit volgens mij. Er zit hier ergens een gang. Weet ik veel. Hier. Nee, die zit hier. Die zit hier. Waar? Niet? Nee, waar? Oh. Waar? Oh, jawel. Ik heb hem. Wat? Oh, Wither's Atyvus. Ik kan mijn zwaard mee moeten nemen. Oh, Wither Skulls vind ik altijd awesome om te verzamelen. Ik moet eigenlijk een Wither Skulls winkel gaan beginnen. Oh, hey, hallo. Misschien moet ik een Wither Skull winkel gaan beginnen. Dat is best cool. Ik ben voor. Leuker dan een Shanting winkel. Iedereen kan een Shanting met Sander Skulls farmen. Maar niemand kan Wither Skulls farmen. Hihi. Dus we gaan Kijk, ik ben slim in deze economische crisis. Ben je? Tim van de Appel. Even duidelijk te maken wie en wat. Ja, Tim mij. Nee, andere Tim.
Ja, Tim mij. Nee, andere Tim. Nee, ik ben Marker Tim en hij is Tim mij. Nee, andere Tim. Oh. Even oppassen, een Blaze en een Wither naar beneden. Dat overleef ik niet. Oh, loop je armen allemaal kreng? Ik heb helemaal niks. Oh, wacht, ik heb wel wat. Ik heb, oh, pas op. Gaat dit binnen hier zo? Dit is mijn parcours dat ik heb. Waarom loop je nou weer zo? Wacht, wat? Hier, Tim. Ik had zei toch dat ik een boog bij me had? Ja? Laat ik zeggen dat ik arrows ben vergeten. Ik oh, dat parcours. Oké, okay, ik zag welk gat je bedoelde. Ja. ik hou heel erg... Oh jee, er gaat wat verkeerd hier. Kom op, snel. Ik heb helemaal niks bij me. Let's go. Ja, wat? Er is hier niks aan de hand. We zijn er al bijna. Ja, waarom plaats je hier geen torches? Wat? Waarom zou ik wel torches moeten plaatsen? Geen wither skulls meer? Die wil ik juist. Oh. Ja, niet alles! Ik ga wel op de terugweg. Je moet hier ergens omhoog. Hier. Ja, hier. Ik heb hier volgens mij net een blokje weggehaald, denk ik. Hardcore parkour bij mij. Tijd dat je die gang maakt. Je hebt dat glas hier geplaatst. Nog bedankt voor dat glas. Dan kan ik er niet meer vanaf vallen. Kan ik heel roekeloos rijgedrag vertonen hier. Was ik dat? Ja, jij was dat. Okay. Of Sander. Ja, dat tot... Oké, okay, waar. Oké, okay, hier. Ik was het. Dit stukje gaat telkens kapot. Dus, ja, je moet oppassen. Hier beneden ben ik trouwens doodgevallen. Kijk, je kan het zien. Sander heeft me daar gered. Ik kan ook wel meerdere plekken laten zien waar ik dood ben gegaan. Het is best interessant hier zo in de Nether. Ik ben alleen maar dood gegaan in de Nether. Alleen maar. Alleen maar. Bed. Echt een hekel aan dat ding. Kijk, daar is het! Ondertussen wordt het hele eiland afgebrokkeld door een guest identity. Want dit is echt de meest geweldige brug ooit. Op een gegeven moment blaast het erop en tief ik weer naar beneden. Wat doe je nou? Langzaamaan gaat die brug kapot. Kijk, hier was ik net nog aangevallen. Kijk, dat kan je ook zien, er liggen blokjes. Ze was heel snel naar beneden gesprongen. Zeg, daarboven zit mijn portal. Veel succes. Oh, fuck. Goed gedaan, Tim. Heb ik vervalling? Ik heb geen vervalling. Oké, dus, ja, als je gewoon naar boven toe mijnt. Als je ongeluk hebt, zit er een blokje lava achter. Als je geluk hebt, niet. Het is nog nooit overkomen hier. Kijk, hier zet. Tada! Oh, en hier moet een lift. Hier moet een lift. Kijk, hier, hierboven. Wow, wat een ruimte hier, zeg. Ja, handig, hè? Nee. Ja, ik wil het straks allemaal weer netjes maken daar beneden, hoor. Ik ga het allemaal weer netjes opmaken straks. Dus okay. Hier is mijn nederige stulpje. Ik heb daar nog wat extra slimeblocks hangen. Kijk, dit is mijn natuurlijk... Daar. Nee, kijk, hier, nog wat slijmbloks. Ik heb mijn hele inventory volgegooid met de dingen die we zo nodig gaan hebben. Oké. Okay. Ik moet alleen nog een crafting table. Oh, ik heb hout. Ik heb niet genoeg hout. Wacht even. Wacht even. Oh, dat ligt beneden. Oké, okay, kom naar beneden toe. Dan krijg je daar de beacon. Okay. Is beacon, ook je... de Netherstar. Je krijgt is een beacon. Daar ook je ender chest? Oh, die zit boven. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ik had niet verwacht dat ik hier beneden continu aan het werk zou zijn gaan. Oh, daar is hey, dan kan ik ook direct mijn fameuze Wither Skull zien. Hey! Oh ja, die wil ik ook wel zien. Zul je zien dat jij alleen hem ziet? Ja, dat... Ja. ik ben naar beneden gelopen. Ik weet niet of je eraan komt. Ik moest even dat om mijn deal halen. Oh, oké. Ja, ja. Kijk hier. Oh, daar. Ja, zie je hem? Ik heb hem gemoved. Hij was eerst hier. Ik heb water gebruikt om hem te move. Kijk, ik heb geen water bij me, maar... Ja, dat. En... Plaan en weet ik veel. Ik wou hem Frank noemen met een nametag, maar het werkte niet. Waarom Frank? Toch een mooie naam. Kijk wat er gebeurt, let op. 1, 2. En boven. Zag je dat? En beneden. En boven. En beneden. En glas. Oh, doet dit ook met glas? Oh, ik dacht dat hij erin bleef zitten. Nou, okay. Transparant blokje gaat hij ook omhoog. Heel interessant. Ja, ik weet ook niet wat het is. Oh. Ja, ik weet wat het is. Ik heb hier op twee plekken... Ik heb op dezelfde plek heb ik twee keer een Wither gespaard. Dat ding daar zit, dat is een beetje raar. Nog slime veel. Slime, neem je? En daarachter is er weer eentje gespaard. Ik heb een farm. Nou, met een nadruk op weer. Oké, dus. Geef mij eerst maar de goldblocks. Oké, alstublieft. Dan ga ik eerst even dit aanvullen. Eén stack. Ja, ik had zelf nog een blokje in mijn inventory. Tik, 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 tik.
tik, tik, tik. Oh, kut. Nee, wacht, wacht. Wacht even, wacht even. Deze onderkant. Ah, ga weg! Zo. Altijd als ik hiermee bezig ben. Altijd die slimes. Altijd. Ah, dat weet je. Verdomme, slimes. Hey, slimeballs. Ja, maar je hebt er niet al genoeg met je slimevorm. Net zoals ik. Kuch, kuch. Godgloeiende. Oké, en tik, 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 tik. Ik denk dat ik binnenkort maar Tim's familie ga verkopen. Kopen? Ja, verkopen. Oh, je gaat er een winkeltje van maken? Ja. Nou, mag je die van mij ook wel verkopen? Hé, hey, dat doet hij het goed. Oké, okay. Dus, even kijken. Nee, ik ga je iron. Zal ik je iron voor? Ik ga je iron voor gebruiken. En ik wil speed, denk ik. Ik heb al haste. Dat stekt toch niet, dus dan wil ik denk speed. Ja, toch? Ja, speed is speed, best. Hè? Ja. Ik moet er even een hoppertje boven zetten. Ik ben erachter gekomen. Speed 2. Ik ben erachter gekomen dat als je een hopper erboven zet, kan je er 64 blokjes in zetten. 64 van die. Wist je dat al? Ja, het is een inventory. Ja. Dat is super handig. Oeh, dat is lekker. Oeh, ja, dan is weer direct eventjes wat extra brede view. Oké, okay, dus. Deze is voor jou, alsjeblieft. Oeh, dank u. Of eigenlijk voor jou. Is die voor jou of komt die bij de spawn? Hij komt bij de spawn, toch? Hij komt bij de spawn, maar. Ja, dus eigenlijk. Ik zet mijn naam erop. Okay. Bij deze. Ja, mag eigenlijk wel. Oh, wacht maar. Hoeveel blokjes heb ik nu nodig? Want ik had uitgeteld hoeveel blokjes ik nodig had. En ik kwam op iets van anderhalf stack uit uiteindelijk. Even kijken, dan moet ik dit blokje. Zo. En dan kan nu eigenlijk al mijn volgende beacon, waarvan ik niet eens weet welk effect ik moet gaan gebruiken. Ik denk dat ik jump boost en nog iets doe. Regeneration of strength? Of resistance? Haste kan uiteindelijk ook weg, want op een gegeven moment ga ik hier gewoon niet meer werken, weet je? Dan heb ik haste niet meer nodig. Dan is haste alleen maar kut. Dan had je maar geen jump doorheen. Boost doet. Zeg je? Geen jump boost. Nee, geen jump boost? Geen jump boost. Hoezo niet? Anderhalf hoog springen, hoe irritant wil je? Ja, ik vind het zelf ook heel erg irritant hoor, maar aan de andere kant, ik vind het af en toe ook wel fijn om op bepaalde plekken te komen. Oh, ik heb bijna genoeg om deze volgende rij te doen, hè? Bijna genoeg. Volgens mij heb ik nog... Hoeveel blokjes? Oh, fucking, dat ga je niet menen. Eén. Eén. Nou, dan wacht. Iron blokje. Iron blokje. Om... Hier... Ik heb al een iron blokje geplaatst, hè? Oh. Maakt niet uit. Ik heb nog geen blok zelf. Ja, ik heb hier zelf volgens mij ook nog ergens een goldblokje. Oh, dit is eraan. Oh, er wordt glas gemaakt. Oké. Okay. Ja, ongetwijfeld zal je ergens nog wat goud in zitten, hoor. Los gold. Oh, hier. Kijk, 3 golden ingots. 20 nuggets. Nou, even een beetje goed doorzoeken. En dan begint op een gegeven moment vind je wel weer een blokje, hoor. Oh, nog een golden ingot hier. 4 golden ingots. 20 nuggets. Is volgens mij... 6. Nog 3 te gaan. Oké. Okay. Ben je doorspitten, dan vind je het wel, hoor. Oh, nog 21. Plus die andere die wel... Ik moet er nog volgens mij nog een paar nuggets, dan heb ik hem. ongetwijfeld zal die hier nog ergens in zitten, maar oké, fuck die shit. Hey, fuck dat. Oké, ik heb meegenomen. Block of Iron, Slime... Oh, wacht, ik neem gewoon al dat hout mee, dan kunnen we daarmee een crafting table maken. YOLO, oké, let's go. Laten we gewoon gaan. Ik heb genoeg. Oké. Ik heb alles, denk ik. En dan loop ik even terug. Wow, dit loopt awesome. Heerlijk. En dit niet meer. En hier hebben we dus die anderhalve extra blokje voor nodig. Kom je er net aan weer niet op. Daar heb je niks aan in dit geval. En hier is het uitgewerkt. Ja. Nou, dat is ook eigenlijk wel de bedoeling dat het hier is uitgewerkt, hoor. Oké. Nou, even kijken. Op naar Zinetta. Ja, op een gegeven moment, dit wordt alleen maar voor aesthetics om naar buiten te gaan. Wil je een kerstboom hebben, of niet? Ik weet niet. Ik vertrouw de kerstboom niet. Sander de Klaus. Hier staat ook nog Tom's cadeautje. Ik moet nog uitpakken, joh. Ik weet al wat erin zit. Maar... Ja, en je loopt de hele tijd om mijn cadeau. Oh, jouw cadeau. Heb je ook nog een cadeautje? Ik had hey. Ik heb geen rijke oors of zo, weet je wel. Ja, maar het is ook zo lullig om iedereen... Het zat dat iedereen een blok time te geven. Fucking hell. Oké, hoe gaan we dit doen? Het allereerste wat ik even duidelijk wil maken is dat ik... hier komen slabs, denk ik. Want ik wil hier ijs onder zetten. Zo, en dan vanaf hier begin je. Dus dan zal hier misschien... hier beneden. Zo... Daaraan omhoog geschoten worden, dat. Oké. Okay. Dus, je hebt een piston nodig die omhoog gaat. Je hebt een piston altijd nodig die uitsteekt. Of wacht. Ja. Je hebt een piston. Ja. Je hebt hier. Voordat we moeilijke dingen gaan doen, allereerst ga ik even een crafting table. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te maken. Die ga ik even op mijn plek zetten waar ik hem altijd kan gebruiken. Daar. Ik raak al mijn crafting table kwijt. Nu loop ik er tegenaan. Heel belangrijk. Oké. Okay. Oké. Wat moeten we hebben? Zeg het eens. Pistons. Hoeveel?
Hoe maak je die ook weer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Een stuk of 10. Sticky? Sticky. Ik kan er 8 maken nu. Doe er wel even 8, want anders moet ik weer alles uit de crafting table halen. Oké, allemaal sticky? Yes. Maar boeit me toch niet al te veel. Anders heb ik er nog 2 buiten staan om even snel te pakken. Kan ik ondertussen, ga ik ondertussen gewoon wat hout meenemen om deze grond hier goed te doen. Ik wil het een beetje netjes gaan houden, weet je. Een beetje netjes maken, dit stukje. Oké. Okay. Oh, je hebt je eigen slijmbloks meegenomen, toch? Ik had ze nog. Oh, ja. Ik heb ook nog een paar 100.000. Oh, hier ligt trouwens nog repeaters. Heel erg handig, deze repeaters. Ja, man, hoef ik ze niet zelf te maken. Niet dat ik dat niet kan of zo, want ja, ik heb 100.000 steen. Ik heb alles met Silk Touch Pickaxe gehad. Dus ja, ik heb geen cobblestone. Dat verklaart meer. Eigenlijk heb je wel een blok nodig dat niet weggeduwd kan worden. Obsidian dus. Mag. Heb ik heel toevallig nog 1 blokje voor. Furnaces. Kan ook. Is het Furnai of Furnaces? Ja, Furnaces. Furnai klinkt wel leuk. Ik zou het eerder zeggen, maar... Ja. Mensen vonden het ook niet leuk dat ik achievement zei. Achievement! Best wel leuk, achievement. Ja, ik kan het niet meer slecht zetten. Dat is achievement, ja, zo zeg ik het altijd. Maar het is achievement. Klinkt als gezondheid. Beetje, maar... Hey, kop. Oké, uiteindelijk moet het idee wel zijn dat ik misschien ook nog naar beneden toe ga bij dit stukje, hoor. Ja, dat past in het design. Oh, dat kent. Oké, niks aan de hand. Ik zei niks. Oké, nu. Je kent toch wel een beetje hoe mijn huis werkt? Nou, het idee is, hij gaat naar... Hij schrijft zichzelf uit en dan omhoog. Hier, verlichting. Oké. Niet die verlichting. Ik heb repeaters hier. Ja, oké. En verlichting. Dus we hebben hier de goudzakken, oké. We hebben hier een candle. Het zijn geen goudzakken. Jawel. Oh nee. In Outlast zijn dit. Dit zijn kranten. Kranten. Oké, okay, nu brood. Hoeveel obsidian heb je nodig of hoeveel furnai? Nou, elk slimeblok wat je hier ziet... Nee, ik decoreer wel lekker met furnai, dat ziet er mooi uit. Ja. De furnace aan de achterkant is wel mooi. Ja, dat. Hoeveel heb je daarvan nodig? Ik heb niet genoeg cobblestone daarvoor meegenomen. Oh, okay. Veel. Dus dat komt wel goed. Een stuk of 60? Nee. Ja, 40. Ik heb niet genoeg cobblestone, dus ik moet even terug. Nee, dat maakt niet uit. Okay. Ik heb er 11 nu. Oké, okay. Ja. Dus... Hier nog 2 sticky pistons. Oké, wat moeten we doen? Het idee is, hij gaat naar buiten. Ja, ik... En dan omhoog. Hij gaat... Wat? Oké, ja. Want... Is dit binnen? Nee. Dit moet niet binnen zijn. Er moet nog 1 stukje naar achter. Oké. Dan gaan we waarschijnlijk problemen krijgen met de bedrock boven. Ja, maakt niet uit. Ik heb daarvoor shit meegenomen. Je hebt bedden meegenomen. Ja, I've got G-shit. Wat? Je hebt bedden meegenomen. Pillen? Bedden? Bedden. Nee. Oh, je gaat met hout doen. Nee, ik heb bedden. Goddammit, Jordi. Misschien trouwens dat we hem... We kunnen hem wel, zeg maar, 4 maken. Ja, maar kost dat niet meer? Dat kost meer, uiteraard. Het punt is... Heb je... Ik ben een Nederlander. Goddammit, Jordi. Oké. Ja. Redstone, gebied. IJs smelt niet in de Nether, hè? Jawel. Wat? Alleen met vuur. Oh, joh, dat boeien. Ja, waarom zou het niet gaan smelten? Ik bedoel... Er zit een blokje boven. Daarom. Weet ik veel. Oké, wat nu? Nou, Wee. Je hebt een plek nodig waar de button... Button. En ik heb de furnai nodig. Oh, ja. Heb ik die al... Die heb ik al gegeven. Ah, die heb ik nog niet gegeven. Ja, hier. 1, 2, bam. Oeh. Oké. We wouden niet meer, we wouden minder, dus... Ja, is goed, ja. Zo. Aan elke kant waar een slimeblok staat, moet je een furnace plaatsen. Nou, ja. Laten we dat semi-fancy doen. Ja, de rest doe ik zelf wel uiteindelijk. Als we daar gewoon even het essentiële hebben, dan vind ik het goed. Oké. Dus, Dit. Je hebt een furnace daar nodig. Want... Ja. Het systeem gaat, zeg maar, dat hij altijd omhoog gaat. De redstone die zegt eigenlijk dat hij altijd omhoog wil. Ja, hij moet omhoog, dus dit moet anders. Oké, got it. Ja. Die furnaces moeten uiteindelijk wel anders, denk ik. Dan draai je ze of je plaat noodsbloks. Verzin wat leuks. Jesus. Die slimeblocks gaan te snel weg. Zo, perfect. Insta mine. Ja, oké. Eind mine. Oké. Ja. Die daar. Zo. Dus, het idee is, hebben we... Button, Oh, wacht, ik kan niet zien vanaf hier. Dus misschien ook wel zo verstandig om even te kijken. Ja.
Je hebt een button. Oké, waar is de... Ik dacht dat je button zou plaatsen. Ja, hier. Loop. Oh, daarboven. Ja? Dus je hebt een button en je doet omhoog en dat. Oh, was dat het? Ja. Serieus? Ja. Nu al? Doe eens. Wacht even. Ja, zeg maar, dat is het probleem met dit systeem. Althans, als je houdt daar, button daar. Button moet daar... Oh, ja. Ah! Dat. Ga dus... Ja. Oh, daar gaat de button... Oh, de button gaat weg. Ja. Nou, dan wordt het een soort van butsysteem. Ja, het is een butsysteem. Cool. Maar ik dus wil die button daar wel behouden graag, dus waar kan die beter? Aan de zijkant? Nu but hij niet toch meer. Hier... Hij butt hem alleen als je zeg maar zo doet, maar... Dat is natuurlijk niet wat we willen, want... We willen hem hierboven hebben. We willen hem daarboven hebben. Of eronder, of whatever, ergens. Of aan de zijkant hier. Ik kan ook gewoon aan de zijkant hier zo zetten, dat we hem omdraaien. Hier hebben. Verplaatsen er twee. Ja, Jordi ik heb zoiets van ideeën. Symmetrie vind ik toch wel fijn altijd. Maar boeien, dit is goed. Zo. Oké, dus gaat het zo? Ja? Ja. Nu heb je zeg maar delay. Gaat hij nou omhoog? Nee, hij gaat nog niet omhoog, want dat is de tweede piston. Mm-hmm. Die zit daar, dus... Nou. Redstone, daar. Die, zo, dat. Het netherrack is niet bepaald de beste ondergrond, om het zo maar te zeggen. Nee, ik begrijp. Je ziet het er echt niet duidelijk op. Je hebt een blok gebroken. Dat blok was essentieel. Oh, sorry. Je hebt misschien ook nog een ander blok gebroken. Ja, ik zag het niet, weet je? Ik denk dat... Oh, dat is puntje. Ik sloop het wel even. Die, dat, daar, die... Oh, ik zie het al. Eén verder. Heus niet derpy. Had ik idee. Dus, als je op de button klikt... Button. Ja. Oké, het werkt. Alleen moet het nu nog een keer terug, want... extended blocks, dat kunnen we niet zo doen. Dus wat eigenlijk... Nou, wat het punt is, eerst moet de onderste piston gepowered worden. Ja. En dan pas de bovenste. Ja. Maar wat doen we dan nu terug dan? Zo, dus, stick, daar, dat is een torch. Dus je hebt dat. Ho, het is echt heerlijk deze ruimte. Ja, ik snap er geen kut van, ja. Ik zie geen reet waar mijn redstone ligt. Bijna. Even rustig. Ik zie geen reet waar mijn redstone zit. Ja, misschien hadden we ook die blokjes waar je de redstone oplegde. Misschien even duidelijk moeten maken met steen of zo. Dat doe ik wel even snel. Ik ben niet zo rijk dat ik steen bij heb. Ik wel. Ik heb wel hout. Dat zou vast wel goed gaan in de nether. kun je de smooth stone brick van maken? Anders kan ik het niet breken. Wat? Ik heb geen silk. Ah ja, boeien. Oké. Okay. Het is maar het stukje erachter. Het is niet alsof het... Het is niet nodig alsof het zichtbaar is. Oké. Okay. Precies dat. Oké. Okay. Waarom heb je dat blokje... Waarom moet dat blokje nou weer weg daar? Heb ik hem net geplaatst? Waarom? Zo. Ik moest... Die had je daar geplaatst. Ja, dat. Het idee is... Button. Ja, button. Die moet dus eerst altijd de piston hierachter poweren. De beneden piston poweren. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oké, ja. Dit kan weer opgevuld worden. Zo. Die daar. Oh. Inventories. En dan zo. Oké, dus hij is nu standaard geactiveerd. Oké, got it. En dan haal je hem weg en dan gaat hij zo. En dan moet dat ding uiteindelijk moet omhoog. Oké, nu gaat hij omhoog. Maar dat komt omdat hij aan staat. Dus die moet er uiteindelijk weer aan. Dus dat is... ik zou het nog niet. Je snapt er helemaal geen reet van. Oh. Nee, maar als het werkt en ik kan dat nabouwen, ben ik helemaal tevreden. Ben ik helemaal mooi. Helemaal mooi. Helemaal mooi. Ja. Oké. Ik moet ook eventjes denken hoe lang dit design geleden is voor mij. Dat is het nadeel als je geen mensen nabouwt. Dit is 2 maanden. Was ik al in Iron Mine? Te lang. Klik. Te lang. Nog steeds niet. Goddammit, Jordi. Het duurt pointless button. It's insanity to press it. Ja, dit. Die. Oké, dus dit gaat helemaal hierheen. Oké, dat... Oké, waarom zit die torch daar? Oh, om standaard aan te zetten, oké? En dan gaat hij aan. Gaat hier in, staat deze standaard uit. Oké, dus dit is gewoon... Die torch zijn eigenlijk alleen maar voor delay. Dat is eigenlijk gewoon zo. En om het signaal te inverten. Oké. En hoe wordt dan de piston hieronder gepowered? Die... Ah, kijk. Redstone repeater. Oké.
En die repeater gaat volgens mij naar een blokje. Ja, die powered dit. Oké. Okay. Dus... of dit klopt zo. Bijna. Waarom heb ik het gevoel dat jullie iets sinders aan het doen zijn? Sinisters. Oh, dat. Ja, amen. Hier wordt dus een repeater op, of niet, die beneden? Of... even kijken of ik dit goed doe. Oh, hij deed het eventjes, maar nu wordt hij niet meer teruggehaald. Ja, het is timing. Ja, het werkt. Progress. Progress. Ja, ja, ja. Het gaat om dat je de één keer deze module hebt en dan kun je hem daarna repeaten. Sowieso, wacht. Wait a minute. Waarom heb ik dit design anders gedaan dan mijn eigen? Weet ik veel. Because Sander. Blame Sander. Oké. Okay. Press that button. Ja. Yeah. Oké, dat werkt. Ja, oké. Dat was al tab waar ik op klik, dat werkt niet. Nu moet die andersom, dus misschien moet je die redstone... dus daar is de redstone torch voor. Ja, om te inverten. Beter. Zo. Maar of het nu het beste design is wat ik ooit heb gezien, is een tweede, maar het werkt. Oké, goed. En nu ga ik het een klein beetje inkorten, want... ja? Ja. Ik zeg dan niet dat ik klaar ben. Het is meer dat ik even kijk hoe timing en delay werkt. Oh, oké, nee. Don't worry. I cord it in. Oké. Okay. Volgens mij, die repeater is essentieel, dat is één. De repeater is voor de timing? Ja, dus die is essentieel. Maar we kunnen er ook een redstone... nee, we kunnen geen redstone torch plaatsen, anders moeten we daar maar redstone torch... kan dat makkelijker zijn? Ja, nee. Misschien wel. Ik denk dat het ook kan. Maar volgens mij... je moet kijken dat je, uitkijken dat je niet butbouwt. Dat was het probleem. Ah, dat je geen butbouwt. Ja, oké. Dat was mijn groot probleem. Meestal doe ik dat per ongeluk. Dat doe ik echt altijd per ongeluk, butbouwen. Oké, dus we weten in ieder geval dat deze moet hierheen naar een lange lijn. Oké, dat begrijp ik. Deze moet hier aan vast. Misschien dat we hem hier wat makkelijker omhoog kunnen laten gaan. Door... waarom veranderen dat gewoon niet allemaal naar steen? Dat ik tenminste allemaal zien. Ja, het is heel erg irritant dat alles rood is. Je ziet er geen neuk door. Echt wel helemaal niks niet. Helemaal niks niet. Oké, buffer timer stond die? 1 of 2? 2. Oké. 2 ticks. Oké, dus ik denk dat we deze ook nog eentje mogen gooien zo. Onmogelijk. Zo. Die gaat daarin. Ja. Maar dan kunnen we ook een blokje boven leggen. Maar wacht, nee, dan hebben we repeater nou. Wacht, we repeater. Linkerbeen op rechts. Ja, wacht even. Kan dit? Power ik hem dan beneden? Volgens mij wel, toch? Nee. Nee, hè? Nee, druk eens op. Oké. Nee, dan pauw ik hem niet beneden. Nee, okay, daar heb je... nee, glowstone, dat gaat alleen omhoog. Nee, glowstone en slabs gaan alleen omhoog. Ja, ook. Slabs ook. Oké, okay, ik gebruik daarvoor echt altijd glowstone. Oké, dus... torch naar beneden en slabs naar boven. Ja, torch. Gaan we twee torches doen? Dat is... nee. Dat is nee, dat heb timing. Ik ook weer zoiets. Ja. Zit je met timing? Timing kan wel. Ik kan hier een torch plaatsen en ja, hier. Maar oh, dan dacht ik, dan moet ik daar ook eentje. Ja. Nou, als je het, hier beneden kan een torch, want dan heb je zeg maar deze muur hier niet nodig. Dan kun je die één naar binnen trekken voor design. Nou, en dat je een torch uitsteekt. Niet. Of een torch uitsteekt of een blok, dat is meer het punt. Maar... ja, nou, ik heb liever een blok dat uitsteekt. Sowieso, ik wil dat blokje gewoon hier op deze kant hebben. Dat is sowieso van het gele design dat ik hier een blokje wil hebben hoor. Oké. Dus dat is sowieso al fijn. We moeten even een makkelijke manier vinden dat hij hier naar beneden toe gaat. En dan toch die repeater hier neer kan zetten. Ja, ik denk dat het makkelijk is om gewoon dit te doen. Want dan wordt zo'n repeater. Ik denk dat ik redelijk het makkelijkste had, maar... ja, dat denk ik. Maar ik probeer het nog... het kan niet... altijd het kan moet... het kleiner. Het kan altijd kleiner. Want deze furnace is niet verplicht. Want daar kun je een repeater voor plaatsen. Ah, kijk. Dat alleen, je kan er wel aan deze kant nu die redstone zien, maar... Perks. Dat erg kijken? Kan je dat enorm erg zien? Ah, valt wel mee hoe erg je dat kan zien. Vind ik niet zo heel erg, maar dit is inderdaad beter dan wat we hiervoor hadden. Dit ligt toch wat lekkerder. Ja. Ja, nee, perfect. Vind ik helemaal goed, hoef ik hier trouwens ook niks mee te doen. Moet ik wel... alle moet blokken, alleen nog maar... iets bedenken hoe je het zeg maar wilt starten, want vanaf nu kun je er niet echt makkelijk inspringen. Want parkour Master Jordi kan dat wel, maar... ja, oké. Dus, hoe heb jij dat eigenlijk gedaan? Ik heb zeg maar standaard deze aangezet. Even kijken, zo. Ja. Yeah. Zodat je altijd dit hebt. En dan gaat hij dan omhoog?
Oh, maar ik wil uiteindelijk dat hij ook weggaat, ja. Wil ja, maar dit is de onderste verdieping. Dus wil je naar beneden, dan kun je hier een button maken met ik wil naar beneden. En dan zet je alleen maar deze piston uit. Slim. Dat heb ik gedaan. Nou, dat is een slim idee. Ja, dat wil ik eigenlijk ook. Maar ja, we waren eerst bezig met floorverdieping, hè, dus... Ja, eerst het stackable design en dan... Als ik die plaats en dan daar en dan moet eigenlijk... Ja, en dan gewoon heel simpel. Oh, wacht. Dit is heel makkelijk. Zo. So... Oh, wacht. Ja, dan doe je alles. Dus hij moet er eigenlijk onder dan. Zo. So... Oké, okay, dat weet ik. Oké, okay, dus deze gaat eraan zo, dus dan... Het kan heel gemakkelijk. Ja, nee, gewoon met ja, nee, gewoon met een dingetje. En dan... deze, volgens mij. En dan nog eentje. En dan daar een toorts. En dan zo. En dan gaat hij naar beneden toe. En dan bouw je jezelf in. Trust me, I'm an engineer. Nope, totaal niet. Space engineer? En kan hij daar achter, zo? Maar dit... Jordi, hier. Zo, zo. Ja, maar dan powert hij dat ding. Ja. Die hoeft niet per se daar. Oh, ja, oh wacht je wel. Maar wacht, dan powert hij dat ding naar boven. Oké, andersom. Die, want dit moet sowieso dat daar. Zo. Blok daar. Ja, dan daar. Connect hij hier. Dus ja, goed. En dan. Eigenlijk eentje naar. Dan moet hij nog eentje verder. Dit kan ook kleiner, maar oké. Okay. Dit kan echt veel kleiner. Min en dan eentje weer naar mijn. Dan moet hij nog verder. Nee, dit mijn design was goed. Het kostte wel wat extra, maar het was wel beter. Ja, dit is... Het was compacter, het kost 2 repeaters. Nou, who really gives a fuck? Het is maar voor 1 dingetje. Jij had het hier als Nederlander over goedkoper. Ja, maar in dit geval heb ik zoiets van... En hij moet geïnverteerd worden. Hij moet continu aanstaan, dat is meer punt. Ja, dus hier moet een repeater. Een torch, hier. 1 keer. Ja. Dit is toch? En dan kan je daarop klikken en dan doet hij toch gewoon. Oh, wacht, hij... Die powerde geen blokjes natuurlijk. Fuck. Daar een blok op. Oh, dat ding is boven. Ja, fixed. Maar wacht, dan hebben we dit stukje hier. Nu doet die rechter het niet meer. Hij doet het nu sowieso niet, om een van reden. Wat? Wait, what? Oh, butt power volgens mij momenteel. Ja? Of... Hebben we een butt nu? Ik heb er een repeater nu geplaatst, hè. Kijk eens even of dit werkt. Waarom butten we? Oh, hij ging even weg. Ja, we butten hem momenteel. Want deze redstone hier, die houdt de piston actief. Want die houdt het blok actief en ja. Ah, god. Dit design is heel klein, maar het werkt niet. Ja, maar wacht, kan je er niet gewoon doorheen vallen? God, ik word aan de zijkant. Ja, dat wil ik niet hier hebben, zeg maar. Dat wil ik erboven hebben. Oh. Het werkt op sommige momenten. Maar leg maar net hoe je delay is met de server. Komt ie! Nee, we hebben gewoon sowieso aan de zijkant geboost. Dat zou lullig zijn. Wacht, ik heb een compacter. Ja, oké. Okay, heb je een steen voor me? Hoppakee, ik gooi een steen uit je kop. Zo. Atse flats. Ja, oké. Fix dit. Help. Oh ja, dat komt... Ja, maar dit beneden nu niet meer. Misschien moet je... Ja. Wat? Gaan we dat... Kan het niet ook gewoon zo, 1 blokje naar boven? We kunnen doorstoren. Dat kan. Dat kan. Ja, kunnen we dat niet doen? Dat is ja, zo dan, toch? Ja. Misschien. Ik twijfel. Nee. Hij zit de oog. Wow. Hij moet echt 1 lager. Of repeat. Nee, dat fix ook niets. We moeten zeg maar een blok-update een beetje aan de zijkant doen. We moeten een blok-update geven aan dat blok, dus dat gaat hem niet worden. Nou. But. Oh, maar dit kan in principe ook niet echt gemakkelijk, want dan loop je eromheen. Hoe bedoel je dat je eromheen loopt? Nou, dit. Dat kan wel. Oh nee, wacht, nee. Dit dan is ook niet echt gemakkelijk. Dan moeten we hem nog verder uitbreiden en dan moeten we hier misschien iets onder doen. Nou, hieronder en dan zo. Ah, je toe. Voor elkaar. Wat doen we nou? Oh, ja, beter. Ah, I like this idea. I like it. Okay. Nee. Moet die ook? Ja. What? Het is niet beter, maar nu hebben we zeg maar meer ruimte voor die ander. Dat is meer mijn idee nu. Ja, ik plaats even terug met dit soort blokjes. Wacht even. Zodat we duidelijk weten waar het ligt nu, want ik word er echt enorm boos om nu.
Zo. Wat? En ja, dat ik niet weet waar die blokjes liggen. Of waar die redstone dus ligt. Welke torch? Dat. Oh. Oké. Okay. Is dit mijn theorie die werkt? Nee, dit is nog steeds put-powered. Ik heb het. Ik moet hem alleen één keer doen. Hoppakee. Ja? Die. En die. Woe! Yay! Het werkt. Ik ga kijken of het nog compacter kan uiteindelijk hoor. Natuurlijk, het kan compacter. Maar dit is puur een stad. Dit is een laag, dus. Ja, maar deze is sowieso compact. Deze die linkerkant is compact. Die rechterkant die kan beter. Die kan beter! Misschien. Ik heb zo het gevoel dat dit kan gewoon anders. Ik word nerveus van de stilte. Maar deze heb je niet nodig toch, deze repeater die nu hier nee, staat? Nee, die is alleen maar nodig voor de stackable. Dus in deze geval niet. In dit geval niet, nee. Dus... In dit geval. In deze geval. Dus het enige wat we te doen is die... Die... Ik weet niet hoe het met de lees... Oh wacht, dat maakt natuurlijk niet uit in dit geval. Nee. Kan gewoon toch? Nee, want het is een beurt. Ja, maar actief is warm slijmen. Normaal. Ah joh, ik heb je toch ook nooit zo aan gedaan. Zullen we beginnen? Wat? Ik zorg. Heb je een slap voor me? Ja, toevallig wel. Geen goeie, maar. Oké, okay. Heb je een slap voor me? I don't care what. Ja. Kun je... ik heb hem al gegeven. Oh, daar. Oh, ja. Dark ook. Okay. Die. Want... Dat is de enige die ik heel toevallig bij me had. Die. Waarom zit die erna? Oh. Want nu kun je naar beneden. Nee. Zit. Wat? Ik schiet er alleen niks mee op. Dat is mijn punt. Zo. Oh jawel, wacht. Ja, ik zie het. Ja? Ja, okay, ik denk dat ik het zie. Ik zie wat jij niet ziet en het is paars. Oké. Die kan zo. Oh, wacht, die kan niet naar beneden. Dit kan niet vanwege de torch. Ah, fuck. Ik was die torch vergeten. Dat we daar een torch kan hadden. Kan je die torch niet aan de linkerkant plaatsen of zo? Zeg maar, die moet zeg maar die kant op kijken. Oeh, dat is geen blok update. De torch kan aan de linkerkant, maar het punt is dat het te dichtbij zit bij piston nummer 2. Dat is geen maar, kan die wel is... dan... Piston, welke piston nummer 2? Piston die omhoog duwt. Oh. Dit moet een... Waarom staat er niet een repeater die invert? Ja, dat is... Ja, dat. Dat. Want als nou, deze zou inverten, dan zou die er werken. Een soort van, want je kan dit doen, hè? Je kan natuurlijk dit, ja, je kan maar dat natuurlijk is niet mokken, een inverter. Maar... Een soort van, die houdt hem tegen. Ja. Nou. Zo. Die één omhoog, één opzij. Ja. Het is zo raar, mijn hoofd kan dit niet aan dat het vliegt, zeg maar. Oh, één hoger. Het is natuurlijk 3D, dus ja. Ja, dat... Hoort er een klein beetje bij. Ja, zo is die goed. Perfect. Alleen wacht, nee, is die want hij moet invert. Dus dan moet die daar. En dan hebben we waarschijnlijk... Oh, ik heb hem. Diep. Ja? Dat is hem. Dit kan niet kleiner. Ja, kijk, dit is hem. Perfect, Tim. Kijk, zo moesten we hem hebben. En die slap was hier uiteindelijk niet nodig, toch? Die slap is niet nodig, nee. Oké, dan ga ik hem weghalen, want dan weet ik in ieder geval zelf wat het design is. En zelfs nu kun je de repeater hier nog plaatsen als je zou willen. Oh, er ging een ander blokje weg uiteindelijk. Wat? Ging er hier, meer deze repeater kan nog steeds. Dus dit is... alleen deze repeater en dit blokje, dat is verplicht voor de als je hem automatisch wilt gaan, zeg maar. Ja, oké. Okay. Cool. Dit werkt. Kan ik hier nog meer naast zetten, zo? Nee, die niet. Want de piston gaat natuurlijk nog één achter. Oh, oké. Okay. Dus ik ga het even inkleuren zo. Dan weet ik zelf een beetje... dan weet ik echt hoe en wat, want anders kan ik het echt niet zien hoor. Oh. Actiefus, what the fuck? Wat? Waarom? Je lijkt op Matthias. Je gaat de hele tijd voor me wanneer ik iets wil slaan. Ja, is dat je excuus om Matthias te vermoorden de hele tijd? Oh, fuck. Ik heb je wel door. Ja, dit is een mooi concept. Dit is een mooi ding. Ik kan hier wel mee werken. Ja, zeker. Ja, en hij is penproof. Hoppakee. Yay! En schiet, actief is dat was het verkeerd. Oké, ik moet wel de signs erbovenop zetten. Heel belangrijk, signs. Ja, dat heb ik dus ook. Het is de rechter, toch? Ja. Ja, oké. Okay. En hoe hoog schiet die? Want dan... Hij schiet die. Je kan tussen... Even kijken hoor. Die. Dat is de laagste. Daar. Tussen de slimeblok tot slimeblok kunnen er 2, 3, 4, 5 blokken.
Dus wanneer de volgende slijmblok rust daar staat. Onder. Die moet eronder, daar. Dus je hebt 1, 2, 3, 4... Ja, die, daar moet die onder. Dat is, volgens mij, daar. Wacht, dat is een blok. Daar. Dit is het slijmblok, dus voor de volgende laag. Daar? Oh, ja. Ja. 1, 2, 3, 4... En dat is de vijfde. 1, 2, 3... Ik moet een keer goed gaan leren tellen. 1, 2, 3... Dan heb ik hem denk 1, 2, 3, 4... 5 keer nodig. 5 keer moet ik dit nabouwen. Of eigenlijk nog 4 keer. 4 keer. 1, 2, 3, 4... Ja, dan ben ik er denk ik wel. Awesome. Moet nog wel wat bedrock gaan slopen, maar... Ja, dit is mooi. Dit is goed. En dan uiteindelijk als ik naar beneden toe wil, dan gaat het een beetje moeilijker worden. Want ja... Ruimte en zo. Ja. Maar ja, dit is een tof idee. Cool. En leuk design, hè. Het is fucking compact as fuck. Je kan het ook zo doen. Wat? Je kan zeg maar hier 2 nu van maken. Oh, god. Ja, heb ik mezelf er vastgemaakt. Wee! En de pearl. Wat? 2? Waar? Oh, kan er ook 2? Ja, je kan het tot 6 doen. Neemt u die slaps niet mee dan? Ja. Niemand die dat zag. Niemand die dat zag. En dit is ook een beetje raar. In principe maakt het niet zo heel veel uit dat hij die slaps meeneemt. Ja. Als je eerlijk mag zijn hoor. Maar dit is meer probleem. Dit stukje, ja. Dus alleen deze stations kunnen... Deze stations. Goed zo. Laat maar zitten. Dit maakt dingen ingewikkeld. Ja. Best wel, ja. Want dan moet je 2 terug en dan dubbel piston extender met al deze buts die hier omheen lopen. Maar dan ga ik er wel voor zorgen dat je hier gewoon in één keer... Nee, wacht. Ik ga gewoon zorgen dat je hier... Kan ik dan niet beter gewoon een gang van 2x2 maken? Dan heb je deze niet eens nodig. Om te vallen. Kan ik daar beneden ook gewoon een valding maken? Dan is dit alleen nodig voor omhoog te springen. Dat kan. Want anders kan ik er toch geen blokjes naast hebben, behalve furnace. Dus. Ja, dat kan. We hebben eigenlijk wel een systeem voor niks gemaakt, maar hey, het is fijn om te hebben. Nou, deze linkerkant, die kunnen... Het is meer dat je mis kan vallen. Gewoon een fijn systeem om te hebben. Zeg maar, je hebt eentje om helemaal naar beneden te gaan en eentje om per verdieping te doen. Ah ja, dat kan ook nog. Ja, nee, klopt. Dan heb je uiteindelijk toch wel nodig. Ja, goed. Ja, ik denk niet dat het meer verdieping gaat doen hoor, maar het is wel handig. Voor boven is het denk ik handig. Uiteindelijk. Ja. Dat is, ja. En nou, dit is de tussenverdieping. Hier wil je van boven naar beneden en van beneden naar boven. Ja, dit kan wel. Ja, handig dit. I like it. Cool. Het voelt net als thuis. Dan wordt het nog een beetje een idee om dit allemaal aan elkaar te koppelen. Ook nog weer het nadere. Dit is makkelijk aan elkaar te koppelen. Gaan we nog maar zien. Gaan we nog maar blokjes lopen plaatsen. Godverdomme, graag. Ah, pep, ik had de sign. Lekker klikken op je signs. Jij zegt net signs voor omhoog en naar beneden. Wat doet meneer eerst de seconde nadat hij het heeft gezegd? Sign weg. Nee, dan ga ik dit nog even uitbreiden. Ik denk dan niet dat ik dat op episode ga doen, want dat zou echt heel erg... up the movie, wat? Oh, ik snap hem. Ik snap hem, maar... Daarom is hij ook dichtgedrukt. Ik snap hem. Got it. Yeah. Got the reference. Nee, dan wil ik de bekijkers heel erg bedanken voor het kijken. Neem ook nog een kijkje op Maker Tim's kanaal, omdat je, ja... Dan kan je ook dit filmpje terugzien. Maar je kan ook zien wat hij daarop te zeggen heeft en te doen heeft. En misschien heeft hij ook nog wat te zeggen over de Goldblock situatie. Daar praten we niet over. Zwarte magie. Daar gaan we het niet over hebben. Dat is een stukje geschiedenis. In ieder geval, kijk, het is leuk dat dan... Doe dan een duimpje omhoog. Jullie hebben precies de volgende keer. Je kunt natuurlijk ook nog maar kijken. Zijn linkje staat waarschijnlijk als het goed is. Dus in de beschrijving van iedereen kan je gewoon klikken. Je kan een beetje doorscrollen door zijn iMiners kijken. Dan maken Tim. Dus je kan... Ja, als je hem niet leuk vindt. Ik kan gewoon op mijn afspeellijst klikken, want die staat er ook gewoon in. Kan ook gewoon. Maar ja, dat zou een beetje onlogisch zijn. In ieder geval, hey guys, tot dan. En houdoe, bitches. Tot de volgende keer. Doei doei.